Waarnemend president Michael Ashwin Adin heeft 7 leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. De leden van dit college zijn benoemd met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van 3 jaren. De beëdiging vond plaats op vrijdag 15 maart 2019 op het Presidentieel Paleis. Suriname kent al meer dan 80 jaren een medisch tuchtcollege. Dat toentertijd werd gezien als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen. Ik houd u een citaat voor uit een publicatie gedateerd zaterdag 4 september 1937 uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, een bericht getiteld Medisch Tuchtcollege voor Suriname. Bij de koloniale staten in een ontwerp tot instelling van een medisch tuchtcollege in de kolonie ingediend. Dit college, het Hof van Justitie, zal zaken tegen geneesheren, tandheelkundigen en vroedvrouwen behandelen. Zij die zich schuldig maken aan handelingen die het vertrouwen in den stand der geneeskundigen, respectievelijk tandheelkundigen en vroedvrouwen, ondermijnen, of een nalatigheid waardoor ernstige schade is ontstaan, of die in de uitoefening der geneeskunst enzovoorts blijk geven van grove onkunde, kunnen onverminderd hun aansprakelijkheid in gevolge het burgerlijk wetboek of het wetboek van strafrecht worden onderworpen aan een van de maatregelen vermeld in artikel 5. En dat is waarschuwing, berisping, boete, schorsing of gehele ontzegging van hun bevoegdheid. Dit citaat is bij eerdere laatste toelatingen tot het Medisch Tuchtcollege steeds voorgehouden, mede om aan te geven dat de basisbeginselen zijn behouden en dat de overheid het tot haar taak rekent dat medische tuchtrecht wordt gesproken. Ook dit college heeft zich verder ontwikkeld en is het tegenwoordig mogelijk dat verschillende disciplines zitting hebben in het tuchtcollege, maar steeds met behoud van het uitgangspunt, namelijk het houden van toezicht op de handelingen van, als ook uitoefening van tucht over de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen. Dames en heren, het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak. De regering vindt het een enorme eer om u uit de nodige zitting te nemen in het Medisch Tuchtcollege en verwacht dat u zich ten volle inzet voor inzet door uw kunde aan te wenden. Ik feliciteer u met deze functie en dank u zeer. Minister, vandaag is het Medisch Tuchtcollege beëdigd. Wat is het belang van dit college? Nou, het is een zeer groot belang voor de democratie van het land, maar ook in het bijzonder voor de patiënten die behandeld zijn door geneesheren, tandartsen of vroedvrouwen en die een gevoel van onbehagen hebben, dat ze een eerlijke, onafhankelijke oordeel kunnen krijgen voor wat betreft hun klacht. Dit is een college dat al jaren bestaat, 60 plus jaar of zo. Het is altijd goed dat wanneer je door een ziek ben en je wordt door een individu behandeld, zijn ook maar mensen en je hebt een gevoel van onbehagen. Is het zowel voor de patiënt als de behandelende specialist goed dat er zo'n college is, zodat mensen de specialist niet zomaar gaan beschuldigen van je hebt me nog zieker gemaakt of gehandicapt gemaakt. En het is goed aan de andere kant van de patiënt dat mocht er sprake zijn van menselijk falen of een foutje vanuit hem, dat ook de patiënt een gevoel van behagen heeft, dat hij kan gaan naar een onafhankelijk deskundig orgaan. Als ik zo kijk naar
de bemanning van het medisch tuchtcollege. Zie je dat er deskundige dames en heren zijn, zowel van de rechterlijke macht als van de medici. Minister, als iemand vindt dat ze geen goede behandeling gehad hebben, hoe ziet dat proces eruit totdat ze bij het medisch college aankomen? Oh, het is een zeer makkelijk proces. Je schrijft een brief naar het medisch tuchtcollege en de kortste keren word je, zeker binnen 2 weken tot een maand, wordt je zaak behandeld. Ik zou wel adviseren, mocht je in een instelling niet goed behandeld zijn, dat er verkeerde medisch ingreep is of whatever, dat je eerst naar de betreffende instelling, een klachtenbureau gaat. Heb je dan nog een gevoel van onbehagen, dan ga je naar het ministerie van Volksgezondheid. En ik zou zeggen, als je daar ook een gevoel van onbehagen hebt, dan ga je naar medisch tuchtcollege, het is je goed recht. En het is ook natuurlijk voor de specialist of voor de arts of voor de tandarts of voor de vroedvrouw belangrijk dat er dan een oordeel komt. En dan kan zo'n medisch tuchtcollege een oordeel vellen dat zeker neutraal is. En als ik kijk naar de dames en heren, zeer, zeer deskundig is. Kunt u me vertellen hoe u uw vorige periode als lid van het tuchtcollege heeft ervaren? Nou, in de eerste plaats, ik denk dat het zeer noodzakelijk is dat het medisch college functioneert. En het was een heel spannende tijd in die zin. Dus dat we toch even een heleboel zaken, omdat het een periode is geweest dat het medisch college niet heeft gefunctioneerd. Dus we moesten een heleboel achterliggende zaken moesten weer oppassen. Dus het was wel toch hard werken in die periode. Dus de afgelopen periode, om het maar zo te noemen. Ten eerste is het zo dat wij de patiënt moeten beschermen. Maar aan de andere kant in principe ook de medici. Want hoe je draait of keert, wij zijn mensen, we kunnen fouten maken. Maar het gaat er in elk geval om ze, met name de medici, er bewust van te maken dat ze een beroep hebben uitgekozen om ons medemens te helpen. En dat eigenlijk het voorop staat en dat we eigenlijk wat wij eigenlijk als artsen ook doen, dat wij van bewust zijn dat wij op die patiënt moeten letten en dat we verantwoordelijkheid hebben tegenover de patiënt. Mevrouw Dharma, wat zou uw bijdrage zijn bij dit college? Ik was er al 3 jaar geleden ook in. Dit is een verlenging, is mijn tweede termijn. En de voorzitter bepaalt wie in welke case wordt ingezet. En zoals de wet dat voorschrijft, proberen wij dat ook toe te passen in de praktijk. Dus elke case wordt heel serieus bekeken. En we zijn zeer onafhankelijk en niet partijdig. Zoals de rechterlijke macht dat trouwens ook is. En we proberen de juiste beslissing te nemen. Hoe heeft u de voorgaande periode ervaren? Heel goed. Het is voor mij iets nieuws. Ik ben huisarts en dit vind ik, kan weer op een andere manier een bijdrage leveren. En ik vind het heel interessant. Ja. Wat is volgens u het belang van het medisch tuchtcollege? Nou, om het heel eenvoudig te zeggen voor het publiek is dat de bevolking een beetje beschermd wordt voor fouten die gemaakt kunnen worden door de beroepsgroepen die genoemd zijn in de wet, waartegen men in beroep kan gaan. En het gaat eigenlijk daarom meer.